Maar ik snap dat ze gewoon zonder dingen nemen. Dus dat is eigenlijk gewoon een pizza en twee. Ja, dat is speciaal. Kijk, okay, hier woonbrood. Ah, oeh, heel veel. Deze week is Stefan Twitter famous geworden. Ja, ja. En ook door tell mij. Tell us about it. Ook door mij, maar wat? Michael stuurde mij een review door van de Humo over de Social House, die je 1 ster had. Yikes. En toen moest ik denken aan onze review. Wij hebben een 3 op 5. We hebben een 3 op 5 gekregen. En ik heb die 2 in een tweet gezet. Als mopje dat ja, talent altijd wint. En die heeft deze likes gekregen. Niet de bedoeling. Maar kijk, Social House. Ja. Ik ben niet de enige die kritiek heeft. Ik geef zelfs geen kritiek. Ik heb gewoon 1 mopje gemaakt. De hele wereld. Of ja, heel Vlaanderen. Het is door u dat Florin niet het huis heeft gehaald. Ja, ja. Door u is dat gecanceld. Ja. Ja, blijkbaar. Kijk, ik kan er niet aan doen. Is het gecanceld of is het zo'n pauze? Ja, cool? Nee. Het is gestopt gezet. Maar wel met het idee van we gaan het later met een diversere crew. Later als in over 2 maanden of zo. Ja, wanneer corona toelaat. En met een betere coronatoestand. Gaan we het opnieuw proberen. Crazy. Met een diversere crew. Tijd voor ons om... Let's make an entrance. Dat begon Social House. En ik had eigenlijk niet zoveel over te zeggen, want ik wist niet precies wat er gebeurde. We zien alle 3 niet door publiek ook voor de Social House. Dus dat boeide me niet. En toen zag ik zo de huisfoto. Wel? Ja, wauw. Ik was zo van, bon, oké. Wat doe je eraan? Ik durfde niet te kijken. Want jullie hebben gezegd dat 15 minuten van mijn leven gewoon kwijt. Niks persoonlijk, Social House. Rest in peace. Het ding wat wij nu zeggen, heeft totaal geen betrekking op de personen die gevraagd zijn in dat huis. Ah nee, maar ik ken die mensen niet. Oh ja. Ik ken niets te zeggen over die mensen. Ik vind, dus als je ieder individueel, kan ik me echt inbeelden... Superleuk, maar ik snap gewoon niet de Social House. Ja, op welke manier is dat entertainend of draagt dat bij voor ons? Ja, we hebben het erover gehad van... Die gaan gewoon hetzelfde doen, samen, als wat ze thuis doen. Zelfde TikToks maken, zelfde grapjes. En dat is leuk, maar wat draagt dat bij? En waarom zou je daarvoor de coronaregels overtreden of zo? Ga je nu echt serieus... Dat concept nu uitwerken, nu het net verstrengd is, en dan denk je, ah ja, dat is een goed idee. Als je nog iets cool doet met dat concept, oké, als je zoiets wilt starten, iets groter, bigger than life, om iets, een mooie boodschap te verkondigen. Een goed doel of zo dat je gaat steunen, of een of andere problemen gaan aanpakken. Doe het zelf dus voor een reden. Of eigenlijk dacht ik, de eerste keer dat ik dat hoorde, de Social House. Oh, er gaan social mensen zijn, en die volledig op sociale media zitten. Ja. Die zonder sociale media gaan moeten leven. En we gaan een hele andere inkijk, een persoonlijke inkijk krijgen van hoe dat die zijn. Maar dan keek je daar en dan is het zo van... Die maken daar exact dezelfde dingen als dat ze thuis doen. Dan ben ik zo, waarom zit je daar? En doe je niet gewoon thuis? Natuurlijk, ik gun dat iedereen. Daar zullen waarschijnlijk ook wel een nice deal zijn voor bepaalde personen. Dat is leuk dat je dat kunt maken. Dat is interessant. Je leert nieuwe mensen kennen. Ja. Maar je hebt als influencer ook wel gewoon een verantwoordelijkheid. Als je dan toch die titel wilt claimen, ik ben influencer. Influencer op een goede manier in plaats van hoefijzers te gooien. Ik gun iedereen zo een leuk idee. Het is entertainment. Ja. Uiteindelijk, als je dat doet, goed voor jullie. Ja, dat doet mij gewoon puur denken aan eigenlijk waar met TikTok gebeurt, met de Hype House. Of met Jake Paul, Team 10. En dat is zo typisch voor de kleintjes van België dat die ook zo'n Hype House hebben. Hè? Maar dan de Social House. Maar wacht dan eventjes. En voor mij is dat het eerste probleem. En het tweede probleem natuurlijk ook met de diversiteit. En ook zo een beetje van... Ah, oei. Dat ze dat pas later doorhebben. Dat, ik versta dat niet. Dat versta ik niet. Ik versta niet hoe dat je... een heel programma gaat uitwerken en er niemand aan tafel zegt misschien moeten we iets meer denken aan diversiteit. Je hebt daar 10 influencers die zoiets hebben van wow, dit is mijn kans, ik kan hier iets mee bereiken en ik denk dat je op dat moment daar niet aan denkt. Terwijl dat wel heel tegenstrijdig is met wat ze uitdragen. Ja, maar mijn probleem is wel, er zijn heel veel content creators die geen witte huis kleuren. Er zijn er heel veel op TikTok, op Instagram. De lichte hypocrisie van, nu weet ik het. Zo van, toevallig na alle outrage, na alle krantenartikels, na alle haat, gaan ze plots doorhebben. Gaan ze groepsfoto nemen en zo. Wacht. Oh shit. Doe ze die armen allemaal dichter bij elkaar. Oh my god. We zijn dat allemaal. Doe dat niet alsof ze van, sorry. Ik heb iets bijgeleerd. Ik heb iets nieuws ondervonden. Van, we weten allebei. Dat is een klein beetje om je feest te redden. Ik begrijp het alweer. Ik vind dat gewoon een beetje hypocriet. Voor wat is. Hypocriet van wie? Van de makers of van de deelnemers? Van de deelnemers. Als we nu zo plots hebben van het is
Het is niet de bedoeling om te kwetsen. We hadden dat niet door. Ik heb dat wel door. De geloofwaardigheid van die mensen daalt ook wel echt van. Ik denk dat er heel veel van hen strijden voor gelijkheid. En heel veel van die thema's aankaarten. En het zeggen en ervoor opkomen op hun sociale media. Maar door dan te zeggen, ik heb het te laat beseft. Ja. Ook al bedoelt je dat goed, tuurlijk daalt dat. Maar langs de andere kant, tuurlijk, iedereen maakt fouten. En ik vind ook niet dat mensen daarvoor moeten afgeschreven worden. Ik hoop dat dit een heel duidelijk statement heeft kunnen geven. Ik zag een TikTok, een zwart meisje, dat zei, ik ben zo blij dat dit is gebeurd, want als zij het huis niet hadden verlaten en als het niet was gestopt, was de boodschap nooit naar buiten gekomen. Maar dan denk ik, is dat niet veel erger dan als ze gewoon het wel juist hadden gedaan? Ja. Zeker, want sommige van de influencers die daarin zitten in dat huis, dat zei degene die het heel erg opreden van, ja, Black Lives Matter en inclusiviteit en dit en dat en feminisme, seksisme, dit en dat. En dan krijg je dat. En dan is het zo van, hoezo ga je heel scherp door A zeggen, maar wanneer het erop aankomt, exact. En dan ben ik zo van, oké, je kunt dan, zoals dan inderdaad Flo Windy is dan als eerste uitgestapt, na twee dagen. Ja, na twee dagen. Ik denk dat zij het als eerste ook al wel door had, natuurlijk. Sorry, ik vond het raar dat Flo Windy daarbij zat. Ik ga niet dingen. What were you doing there? Ja, kom aan. Ik zag Flo Windy, ik dacht, wat doet zij daar? Maar oké, klaar, bon. Ze is er, of ze was er. Hé, hey, ze heeft het wel slim gespeeld. Als jij de eerste zet, zet jij nog zo... ik ben nobel, zeg je. Ik denk ook gewoon dat haar boodschap wel oprecht was. Mooi, ik versta dat je ja zegt. Het is een opportuniteit, maar... Zo gezien begint timing en andere factoren die meespelen. Influencers moeten gewoon ook een beetje beseffen van... Je staat een beetje op een machtspositie. Mensen kijken naar je op. Uw mening... Influenced mensen. En als je, en daar heb je ook een beetje de verantwoordelijkheid, als je die titel op je draagt en dat je dat met trots draagt, als dat je job is, van dat je dan ook soms het goede moet doen. Vind ik persoonlijk, want je bent een voorbeeldfiguur. Ja. Ja, maar je moet ook beseffen dat dat soms ook gewoon komt en dat je, in hoeverre zijn wij dan ook verantwoordelijk voor alles wat wij doen? Op een bepaalde manier ook niet correct, want we gaan andere mensen afkeuren voor wat ze doen openbaar, terwijl ik denk wat wij vooral proberen te doen is een conversatie starten die er nog niet is geweest. Ik denk dat onze bedoeling ook niet is om... Mensen, je kunt niet blijven mensen afkeuren op wat ze doen. En je kunt niet verwachten van, je bent influencer, dus je moet een bepaald imago streven. Maar je moet wel ene zeggen, de andere doen. Dat is voor mij je ding. Practice what you preach. Ja. Dat is het gewoon. Doe inderdaad gewoon wat je zegt. Hoe zeg je het? Walk the talk. Walk the walk, talk the talk. Nee, talk the talk, walk the walk. Walk the walk, inderdaad. Zullen jullie meedoen? Ze zich gevraagd hebben. Ah, wel, maar dat is nu het ding. Dat is het ding. Dat is het ding waar ik mij aan het afvragen was. Zouden ze het mij vragen? Eén, ik zou het heel raar vinden, want ik pas niet binnen het plaatje van influencers die ze hebben gevraagd. Wij maken op een andere manier content. Oh. Ja. En zij doen vooral TikToks, Instagram. En zijn voor een heel bepaald doelpubliek. Ja. Wij spreken ook oudere mensen aan. Dus aan de andere kant, zelfs als ze het zouden vragen, ik zou ook zeggen tegen jullie, boys, nice. Vind je dat oké dat Social House terugkomt? Ja. Ja, dat wel. Ik vind dat ze een tweede kans... Tuurlijk. Ja? Iedereen heeft een tweede kans. Maar ik hoop gewoon dat ze naar onze kopstap kijken en dat ze zien dat er een challenge in moet. Geef geld aan een goed doel. Ja, doe gewoon iets waardoor we willen kijken. Ook als je daar gewoon de hele tijd... Kun je, wat is een alpaca zitten streel? Doe gewoon iets interessants. Maar ja, bon, los daarvan. Nee, zoals ze zeggen, timing was gewoon heel raar. De Kothouse. De Kothouse. De Kothouse. Ik zou wel willen. Nee, we gaan gewoon 7 man uitnodigen. Of ja, nu met wel 7, 8 min 3 is 5 man uitnodigen. Maar zie, ik denk dat het ook dat is. Hè? Je moet ook inbeelden, die mensen hebben zo lang vastgezeten, net zoals wij. En krijg posting, even een ticket out. Hier, een ticket. Dan zeg je toch zo, let's go, let's go. Ja, ik versta dat wel, ik versta dat. Nee, het ding is, sociale media vind ik het algemeen, ja, een beetje toxic, hè. Als in, je moet ook altijd weten, zelfs die influencers, zelfs de body positivity, zelfs de mental health, zelfs de volledig Black Lives Matter, er gaat altijd nog een kant achter zitten dat je niet kent van die mensen. Dus net zoals nu die mensen van Social House, die kunnen het ene zeggen op in Instagram, en dat is heel makkelijk, maar uiteindelijk heb je ook wel een heel leven daarachter. Ja, je moet heel makkelijk een tweet of een post zetten. Dat helemaal niet zo bedoeld was, maar en dan plots een heel averechts effect krijgen daarop. En als het internet blijft, dus je kunt zo één domme story, bam, crucified, je bent gecanceld. Je kunt een sarcastisch mopje maken en plots... Dat is het gevaar van influencer culture, cancel culture. Sommige mensen houden ervan om mensen die het halen, gewoon neer te halen. Ja, dat is waar. Ah, jij maakt het een beetje, ik zeg stop! Ja. Stop, het is genoeg geweest. Ik heb vol haat, kom kan, een beetje jaloezie van...
Jij gun het hun niet, omdat jij het niet hebt. En dat is niet erg. Ik ben soms ook jaloers op mensen, maar dan moet je dat kunnen toegeven. Ik kan gewoon zeggen van, amai, ik ben daar echt jaloers op, ik zou dat ook graag willen. En niet zeggen, ik gun die dat niet, ik haat die, die stom. Wat zouden jullie doen, stel, we zijn in een social house zitten, hoe zou ik reageren? Mm. En alweer, we hebben niks tegen jullie. Nee, Flo, echt. Flo, I love you. We love you. De andere... I don't know, sorry y'all. Jullie kennen ons niet. Iedereen, doe wat je wilt. Hey. We love you. Ja, hey. Leef en laat leven. En ik kan niet wachten om in een social house te zitten. Editie nummer 2. De herenhuis. Waar is mijn uitnodiging? Ik wacht. We're waiting. Alright. God house. Show house. Hij zegt nooit iets. Sociale media. Yeah. Hallo. Was gedaan, dus ja. Maar als je meer wilt zien van ons, klik hier. Of wilt je gewoon altijd op de hoogte blijven, abonneer je dan. Abonneer hier. Dus klik gewoon. Maar doe iets, één van deze twee. Dus ja, want wij gaan gewoon kijken nu. Oké, doe het.